Dag kijkers, welkom bij deze bijzondere uitstelling van Studio TVL vanuit de raadzaal van het provinciehuis in Hasselt. Onze uitstelling staat helemaal in het teken van SALK, het strategisch actieplan Limburg, in het kwadraat. Het actieplan om Limburg terug op de rails te zetten na de sluiting van Fort Genk. Ja, maar wat houdt SALK nu juist in en wat staat onze komende jaren te wachten in onze provincie? Dat is waar we u een antwoord op gaan geven in deze 2 uur durende show. Daarvoor hebben we natuurlijk een aantal boeiende gasten uitgenodigd. Ja, en Studio TVL zou Studio TVL niet zijn als we geen muzikale gast hebben. En daarvoor zorgt straks niemand minder dan Belle Peres. Ja, en ik praat met 4 belangrijke actoren. Vlaams minister Ingrid Liete, Vlaams minister Jo van Deurze, onze gouverneur Herman Reinders en gedeputeerde Mark van de Put. We halen natuurlijk ook een aantal gedeputeerden en burgemeesters voor de microfoon en willen ook heel graag de mening weten van de vakbondsvertegenwoordigers en een aantal ondernemers. Maar wat weet Limburg eigenlijk over SALK? Wij trokken de straat tot om te kijken hoe goed Limburg SALK al kent. Die dat? Geen idee. Nee, dat weet ik niet. SALK. Nee. Daar heb ik gisteren nergens gelezen, SALK. Kan ik niet zeggen wat dat is? Nee, nooit van gehoord. Dat is reconversie, nieuwe gebouwen, nieuwe bedrijven naar hier proberen te krijgen. Met de crisis van de Forestad dan ontstaan door de Vlaamse en de nationale regering, geloof ik, samen. SALK, nee, nooit van gehoord. Nee, geen idee. Nee, begot niet. In de gemeente of iets zeker? Nee. Dat is gewoon salder of... Rosalie, wat is SALK? SALK, wat is dat? Nooit van gehoord. Nee, weet ik niet, sorry. Het zoeken naar nieuwe jobs voor de personeelsleden van Fort. Ja, voor het, was dat niet wat de werkstelling en alles? En voor Limburg een beetje aantrekkelijker te maken voor... Ja. Zo ergens iets, hè. Voor de economie terug op gang. Ja. Voor de economie terug op gang te krijgen in Limburg. Dat was de bedoeling. Uit onze kleine enquête op de Markt van Bilzen bleek dat slechts 10% van die mensen iets over SALK wisten of ervan gehoord hadden. En daarom is speciaal deze uitzending om toch jullie een beetje wegwijs te maken in wat SALK nu precies betekent en waar het voor staat. Dat doe ik hier aan tafel met mijn gasten, Vlaams minister Ingrid Liete, welkom. Ook Jo van Deurze, Vlaams minister, gouverneur Herman Reinders en gedeputeerde Mark van de Put. Welkom allemaal. Ja, meneer de gouverneur, misschien even bij u beginnen. Wat is dat nu eigenlijk, SALK? Als ik mag 2 uur praten, zal ik je dat heel snel uitleggen. Maar wel, ik denk dat een aantal mensen toch wel wisten waar het over ging. Ja. SALK is voor mij een actieprogramma waarbij we het Limburgs economisch weefsel gaan proberen te hervormen, zodanig dat we nooit meer in een situatie komen dat de sluiting van 1 bedrijf zo'n impact heeft op onze economie en op onze welvaart in Limburg. Ja. En dat vraagt heel veel inspanningen. Daar is een korte termijn programma, daar is een lange termijn programma, daar zijn heel veel actiepunten, te veel om zelfs op 2 uur op te noemen. Ja, en daar gaan we vandaag ook uitgebreider op in. SALK heeft de bedoeling om van Limburg een welvarende provincie te houden. Ja, want toen we de aankondiging bekend maakte van de sluiting van Fort, zei je meteen van, ja, we zijn wel geraakt, maar we zijn zeker niet dood, hè? Absoluut niet. We zijn het aan onszelf, aan de Limburgers, verplicht om terug te vechten en het zelfs proberen beter te maken dan het vandaag de dag is in Limburg. En ja, we zijn daarmee bezig. Ja. Meneer Van de Put, het werd precies 1 jaar geleden voorgesteld eigenlijk. Wat stond er zo in dat plan, een beetje kortweg zo? Ja, ik moet zeggen dat de Vlaamse regering, eer wie eer toekomt, heel adequaat gereageerd heeft. In die zin dat men professor Duims, toch een autoriteit in zijn vak, gevraagd heeft van zich te laten omringen door een expertengroep. Dat is ook gebeurd. Mm-hmm. En dan is men inderdaad tot dat SALK-plan gekomen, dus strategisch actieplan Limburg, we zullen het nog maar eens herhalen. In kwadraat. Met de bedoeling dus inderdaad te zorgen voor die transitie. Wij zijn nog altijd een provincie waar de maakindustrie heel sterk vertegenwoordigd is en Fort op eerste plaats als werkgever. De bedoeling is dat wij meer en meer inzetten, maakindustrie niet overboord gooien, maar wel zorgen dat die transitie mogelijk gemaakt wordt, zodanig dat wij ook kunnen concurreren in de rest van de wereld. Wij leven in een geglobaliseerde wereld en we moeten daarin competitief zijn. En die werkgroep onder leiding van professor Duims, die hebben eigenlijk een haarscherpe analyse gemaakt, in die zin dat ze zeggen, kijk, dit zijn de pijnpunten, de knelpunten voor de provincie Limburg.
En misschien was dat op zeker ogenblik wel wat open deuren instampen, dat zal ik niet ontkennen. Ja, maar daar heb ik een vraag aan u, mevrouw Lieten. Wat zijn die knelpunten eigenlijk? Want dat zijn de probleemgevallen die moeten aanpakken natuurlijk. Absoluut. Hè? We hebben een hoge jeugdwerkloosheid. We hebben nog veel te weinig Limburgers die verder studeren. En te veel Limburgers, jonge mensen, die de school verlaten zonder diploma. Onze bedrijven, we hebben veel kleine en middelgrote bedrijven die nog te weinig nieuwe producten en nieuwe diensten op de markt brengen. Die te weinig exporteren. En ook natuurlijk, dat weten we, naar infrastructuur hebben we ook nog altijd een achterstand. Als we denken aan de Noord-Zuid, de gebrekkige treinontsluitingen. En die maken natuurlijk een ontwikkeling van onze provincie een beetje moeilijk. Ja, en daar gaat het uiteraard ook nog uitgebreid over hebben. Het Zalkplan werd deze zomer voorgesteld. Er is ook heel veel geld mee gemoeid, hè, meneer Van Deuzen? Ja, absoluut. Dus vanuit de analyse, van de beschrijving van de pijnpunten, moest er dan omgeslagen worden naar wat gaan we dan doen, concreet. En dus is er gezocht naar middelen. 220 miljoen euro ongeveer is er verzameld. Europese middelen die ingezet kunnen worden. Vlaamse middelen die ingezet gaan worden. De provincie heeft dan gezegd, wij doen mee. Ook de stad Genk en andere gemeenten en steden zeggen, wij doen er een inspanning voor. Dus we hebben een pak geld gemobiliseerd. En dan natuurlijk daar concrete acties tegenover gezet. Korte termijn, hè. De verwerving van het fortterrein was bijvoorbeeld een van die belangrijke acties. Wat gaat de VDAB doen om uiteraard die hele dringende vraag naar opleiding, herscholing van mensen in fort, toeleveringsbedrijven, andere bedrijven waar te maken. Hoe kunnen we de afbakening van het gebied in Hasselt-Genk snel organiseren, want daar is een bedrijf dat daar op zit te wachten. Ja. En dan twee, welke sectoren gaan we kiezen? Waar gaan we op inzetten om die bedrijven echte kansen te geven en jobs te creëren? De zorgsector, de creatieve sector, de vrije tijdssector, dat gaat al een pot komen in deze uitzending. En dan natuurlijk, zoals collega Lieten gezegd heeft, de lange termijn. Dat zijn een aantal grote mobiliteitsdossiers. Hoe kunnen we die Noord-Zuid terug administratief op het juiste spoor krijgen? Welke andere ontsluitingen zijn voor ons allemaal prioritair? Ja. En wat doen we met dat onderwijs? De motivering van jonge mensen om te kiezen voor een technische opleiding. Welke dingen kunnen we daar nog extra voor doen? En dat is allemaal gegoten in zeer punctuele acties. Heel concreet allemaal. Met budgetten bij, met timing bij, met ook wie is verantwoordelijk op welk bestuursniveau. En dat is dan het strategisch plan geworden. Oké, de toon is gezet en daarover gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben in deze uitzending. Limburg krijgt natuurlijk ook steun van de Vlaamse regering. We hebben hier twee ministers, maar ook Vlaams minister-president Chris Peeters wou heel graag een woordje tot onze Limburgers richten. Ik ben zeer tevreden dat toch alle actoren maximale inspanningen doen om gefocust te werken, om daar eensgezind aan de kaart te trekken. En dat lukt aardig. Welke kaart moet de burger gaan trekken dan? De kaart van innovatie en van het investeren in de mensen. En op die manier eigenlijk ervoor zorgen dat Limburg die welvaart en welzijn verdient. En dat we daar vanuit Vlaanderen serieuze inspanningen voor doen. Ik zeg altijd, als het goed gaat met Limburg, dan gaat het goed met Vlaanderen. Dus er zijn vele domeinen. Je kan daar niks uithalen, omdat men op zeer goede wijze probeert die economie, die samenleving in Limburg opnieuw op de rails te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het ook zal lukken. Dat zal lukken in domeinen zoals toerisme, maar ook domeinen zoals de bouw en de industrie. Dus men is goed bezig in Limburg. Ja, goed bezig is, maar er is natuurlijk nog heel veel werk voor de boeg. En daarom is er een taskforce opgesteld. Dat is wel een moeilijke naam voor de mensen, een taskforce. Wat is dat precies? Wel, dat is een groep van mensen die uiteindelijk de opvolging van de uitvoering van het plan eigenlijk opvolgt. Wie zit daarin? Wel, uiteraard onze gouverneur, gedeputeerden van de provincie Limburg, verschillende werkgeversorganisaties, maar ook de vakbonden zitten daarin. En uiteindelijk de ministers. En toch wel zorgen we ervoor dat we daardoor met alle politieke partijen ook aan tafel zitten, dat we samen kunnen werken om goed te kijken. Doet iedereen wat hij moet doen? Worden de projecten in gang gezet? Zijn de middelen klaar? En zit alles op schema? Ja, het is een hele grote groep. Maakt het dat niet moeilijk om concreet tot actie over te gaan als je met zoveel mensen tegelijkertijd moet? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat daar alles tot in details besproken wordt. Het is meer een groep om elkaar goed te verstaan, te coördineren en om ook te zorgen dat iedereen voldoende geresponsabiliseerd blijft, verantwoordelijk blijft voor datgene waar hij of zij zich voor geëngageerd heeft. Ja. Dat is belangrijk en dat de verschillende bestuursniveaus elkaar ontmoeten, de verschillende politieke partijen elkaar ook ontmoeten. Want natuurlijk, laten we eerlijk zijn, wat is onze grote kracht als Limburgse gemeenschap? Dat is dat we, als het echt erop aankomt, toch allemaal samen aan dezelfde koord trekken in Brussel. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. We moeten hier ook aan de rest van Vlaanderen en ook aan de federale collega's, die ook
in die taskforce vertegenwoordigd zijn, zeggen van, dames en heren, hier is een uitzonderlijke uitdaging in deze provincie, die vraagt uitzonderlijke mobilisatie van middelen, mm-hmm. boven datgene wat voor Limburg rechtmatig bedeeld moet worden. En ja, dan moet je toch een plaats hebben waar dat allemaal echt wel bij elkaar gehouden wordt. Hè. Ja, je zei al, dat is heel veel geld, meer dan 200 miljoen, 300 miljoen. Hoe bepaal je wie dat krijgt, hoe dat verdeeld wordt? Hè? Wel, we hebben eigenlijk, ieder heeft eigenlijk voor zijn eigen beslissingen om de Vlaamse regering heeft haar middelen vrijgemaakt en heeft duidelijk afgesproken voor welke projecten die ingediend zijn, gaan we die middelen gebruiken. Mm-hmm. Welke minister moet dat project trekken? Welke partners in Limburg moeten daarbij betrokken zijn? En zo is er een heel duidelijk actieplan opgemaakt waar iedereen weet wat hij moet doen. En ja. met de taskforce proberen we het helikopteroverzicht te bewaren en de polsslag te voelen of alles op schema zit. Ja, want men zegt soms wel eens, ja, er gaat wat geld verspild worden hier en daar met nutteloze studies. Maar u let erop dat dat niet gebeurt dan? Wel, de bedoeling is om het geld zo efficiënt mogelijk in te zetten natuurlijk. Hè. Maar het is een complex verhaal van samenspel. Hè. Europese middelen moeten ingezet worden in cofinanciering met andere overheden die bereid zijn ook een stuk van de middelen op tafel te leggen. Dus ja. je moet dat in elkaar kunnen puzzelen. En er is afgesproken, er is een opvolgingsschema gemaakt, een monitoringtabel waarover we het eens zijn en die... Al die acties die worden dus opgevolgd. Er is ook iemand aangeduid die punctueel opvolgt hoe ver staat wat. En om zoveel maanden kan er gerapporteerd worden. Ja. En kunnen de media uiteraard ook over de schouder meekijken en observeren of datgene wat afgesproken werd ook wordt uitgevoerd. Ja, want de mensen begrijpen het niet altijd dat het soms heel complex is. Meneer Van Plan denkt, oké, ga er maar tot actie over. Er is wel wat tijd voor nodig. En mensen begrijpen dat niet altijd. Hè? Ja, maar ik wil toch zeggen, mijn ervaring is dat alle acties die in ieder geval vanuit de Vlaamse regering, maar ook vanuit de deputatie moesten opgestart worden, mm-hmm. dat die allemaal opgestart zijn. Wij hebben al heel veel beslissingen genomen op die paar maanden tijd. Dossiers die de malle molen of de bureaucratische malle molen gepasseerd zijn, ja. waar de middelen voor beschikbaar zijn en waar nu in Limburg men echt aan de slag kan gaan. Dus ik wil toch wel echt zeggen, wij maken geen middelen meer vrij voor te studeren. De tijd van de studies is voorbij. Nu wordt echt de zaken gerealiseerd. Ja. Er zijn een paar tastbare resultaten ook, hè, meneer Van Deuzen? Ja, er zijn een aantal wat men noemt de quick wins. Hè, de dingen die eigenlijk van bij de start duidelijk waren dat als we daar heel goed zouden rond samenwerken, dat die misschien wel succesvol konden zijn en ook concreet jobs zouden opleveren. Noem er eens een paar. Ja, Nike is een investeringsdossier dat uiteindelijk goed geland is. Hè. Dat is heel belangrijk. Jobs, wel, dat gaat toch over enkele honderden jobs. Hè. Als je telt dat dossier samen met IKEA, hè, waar we dan toch vrij snel ook de ruimtelijke mogelijkheden voor creëren, is ook nog eens goed voor 350 jobs. En als je dan kijkt, de federale regering heeft ondertussen ook beslist dat er nog een nieuwe gevangenis komt in Leopoldsburg. Die is genomen. Ja. Dus in die zin weten we daar dat ook een investering beslist is, die natuurlijk gevangenis moet gebouwd worden, maar die ook toch wel werkgelegenheid met zich ja. meebrengt. Ja. Dus we weten ondertussen dat er een aantal concrete dossiers kunnen landen. Hè. Dat is belangrijk, denk ik. Maar er zijn er natuurlijk nog een aantal waarvan we weten dat we nu alles op alles moeten zetten om die investeerders te overtuigen, om de juiste keuze te maken en naar hier te komen. Om zo snel ook in werkgelegenheid uiteraard de resultaten ja, te zien. En extra jobs te creëren. Hè. Absoluut. Ja. Maar we zijn goed 10 minuten bezig en we hebben al 1000 jobs, dus het gaat hier goed vooruit. We gaan nog eens horen naar een paar reacties, want ook bij Cynthia staan een paar gasten. Ja, want natuurlijk over jobs gesproken, ook in Hasselt komt IKEA naar hier. En bij mij staat ondertussen burgemeester van Hasselt, Hilde Klaas. Goeiedag mevrouw. Ja, u bent natuurlijk blij dat IKEA naar Hasselt komt. Hè? Ja, absoluut. Een heel belangrijk dossier voor Hasselt. Niet alleen een goede 350 jobs extra, maar dit dossier is toch ook wel, zien we, een magneet voor andere investeerders in detailhandel om naar Hasselt te komen en ook te investeren. En we weten ook een heel aantal bezoekers die naar de IKEA gaan, die ook naar de binnenstad zullen trekken. Dus economisch voor Hasselt heel erg belangrijk. Maar goed, de ambitie ligt hoog. Eind 2015 wil IKEA effectief van start gaan. Dus het worden nog echt cruciale maanden. Allee, jullie weten wat te doen. Er zijn ook plannen met de Universiteit van Hasselt. Ja, Hasselt studentenstad altijd belangrijk geweest. Ik denk dat we mogen zeggen volwaardige studentenstad, ook universiteitsstad. De oude gevangenis is al genoemd, is absoluut een dossier, een mooi voorbeeld. Maar de handelswetenschappen gaan ook naar Hasselt komen. En ik denk dat we ook hier de ambitie moeten hebben om er een sterk dossier van te maken. En ambitie is om de studenten te gaan huisvesten in de Herkenrode kazerne, begin van de Maastrichterstraat. En met een aantal privépartners kunnen we daar ook wel een sterk project van maken, zodanig dat die studentenstad ook weer economisch kan renderen. Ja, maar Hasselt is niet alleen een studentenstad, ook een modestad. Er wordt gepraat over een mode-incubator. Wat houdt dat juist in? Wel, Hasselt, modestad, belangrijk. We hebben daar met het modemuseum toch wel al
heel wat realisaties. Maar de volgende stap moeten we nu ook durven zetten, denk ik. En dat wil zeggen dat jong talent in Hasselt ook alle kansen moet krijgen. En vandaar het idee van de mode-incubator, waarbij talent materiaal ter beschikking krijgt, productielijnen kan opstarten, een plek krijgt om effectief van start te gaan, of eventueel zelfs alle kennis te gaan centraliseren, zodanig dat alles dat we vandaag al aanwezig hebben, maar vooral met die talenten, dat we daar effectief kansen kunnen geven en ook dat weer economisch gaan kunnen vertalen. Oké, goed, we kijken er naar uit. Hartelijk bedankt, mevrouw Hilde Klaas, voor uw reactie. En van Hasselt gaan we naar Genk. Dat is natuurlijk de stad die in het hart werd getroffen. En bij ons staat burgemeester Wim Dries ondertussen. Ja, jullie gaan helemaal voor Salk, hè, meneer Dries? Wel, we kunnen niet anders. We worden heel zwaar getroffen als stad. En Genkenaren zijn veerkrachtige mensen, zoals de Limburgers dat ook zijn. En we gaan natuurlijk alles inzetten om terug weer op te veren en ervoor te zorgen dat we dat aanbod van Salk ook volledig grijpen om onze stad verder uit te bouwen en zo onze rol in Limburg mee op te pakken. Ja, en jullie willen de technologiecampus worden of zoiets, wordt er verteld. Wat houdt dat juist in? Wel, inderdaad. We hebben natuurlijk een aantal mijnsites die volop in ontwikkeling zijn. Denk maar aan C-Mine, waar we ook rond creatieve economie en een aantal andere zaken heel sterk werken. Maar de mijnsite van Waterschei is eigenlijk dankzij het Salk en het zwaartekracht of het zwaartepunt wat daarin gelegd wordt qua investeringen, krijgt dat ongelooflijk veel kansen om zich te ontwikkelen. En het Torpark, want zo noemen we de oude mijnsite van Waterschei, dat wordt eigenlijk een technologiepark waar we sterk werken rond hernieuwbare energie. Mm-hmm. Men zegt ook wel eens de economie van de toekomst, waar we sterk ook werken rond talentontwikkeling. Want we geloven dat we onze inwoners, maar eigenlijk alle Limburgers, alle kansen moeten geven om zich te ontwikkelen. En technologie is daarin iets wat heel belangrijk is. Tegenwoordig is heel veel technologie en heel veel mensen kunnen dat ook. Alleen moeten we ervoor zorgen dat ze daarvoor kiezen. En met de aantrekking van het Torpark, met de investering in wat wij noemen de Technologie- en Talentcampus, samen met VDAB, met Sintra, maar ook met het middelbaar onderwijs, krijgen we eigenlijk een nieuwe start wat betreft het aantrekken van technologieonderwijs voor alle leeftijden. Ja. En we geloven dat dat heel belangrijk is in de uitbouw van onze stad, maar in de uitbouw ook van Limburg. Ja, tuurlijk. Natuurlijk stellen mensen zich ook de vraag, wat gebeurt er eigenlijk met de Ford-treinen? Want ja, die staan binnenkort leeg. Wat gaat daarmee gebeuren? Wel, we zijn ontzettend dankbaar aan de Vlaamse regering met Chris Peters dat ze dat dossier hebben vastgepakt. En inderdaad, voor het einde van het jaar is Vlaanderen eigenaar geworden. Nog niet formeel, maar zijn de afspraken gemaakt. En kunnen we over die site beschikken? Vandaag zijn we hard aan het werken samen met de Vlaamse overheid, agentschap ondernemen, samen met FIT, om nu te kijken hoe kunnen we op dat terrein de quick wins realiseren, want daar zijn nog een aantal bedrijven actief. We hopen dat die ook een doorstart kunnen maken. We hopen dat we daar snel mee verder kunnen gaan rond de toeleveranciers en dergelijke meer. Mm-hmm. En langs de andere kant komt daar straks een terrein vrij waar we hopen dat we snel nog wat jobs kunnen creëren, maar waar we ook voor de lange termijn moeten kijken hoe vul je dat in. En ik zie vandaag een hele goede samenwerking op provinciaal Vlaams niveau. Iedereen wil dat terrein mee ontwikkelen en we moeten de kracht van beschikbare terreinen die we in Limburg hebben, die we ook nog in Genk hebben, combineren met de uitdagingen van dat nieuwe terrein wat ter beschikking komt. En ik denk dat dankzij het feit dat Vlaanderen snel heeft gereageerd om met Ford een akkoord te maken, hebben we nu de mogelijkheden om in vliegende vlucht, zoals we dat zeggen, dat terrein verder te ontwikkelen. En zo voor Limburg eigenlijk een heel sterke centrum te maken met Hasselt-Genk, maar eigenlijk met heel de provincie, om ervoor te zorgen dat we die jobs kunnen creëren. Ja, ja, ja. Mensen die zeggen, ja, ze zien het allemaal misschien een beetje te rooskleurig in. Mogen we Genk ook rooskleurig inzien als de toekomst aangaat? Wel, ik geloof in onze stad, in mijn stad. Ik geloof ervan dat Genk samen met de rest van Limburg dit kan aanpakken. En dat de toekomst misschien weliswaar de komende jaren wat zwaarder zal zijn. Maar dat zijn we gewoon. Mm-hmm. Dat we daar af en toe heel hard voor moeten werken. We zijn harde werkers, ook in Genk. En ik geloof inderdaad, als we nu de komende jaar, 2-3 jaar, keihard doorwerken aan dat Salkplan met de steun van iedereen, dan gaan we inderdaad ervoor zorgen dat we samen met de andere gemeentes in onze provincie die motor kunnen blijven voor vernieuwing, voor innovatie, ja, voor jobs, maar vooral ook voor aangenaam wonen en werken in onze provincie en in Genk. Want dat blijft toch ook heel belangrijk. Oké, goed. Alleszins bedankt, meneer Dries, voor uw reactie. Ja, de sluiting van Fort Genk treft niet alleen Genk zelf, maar heel de provincie. Daarom is Salk ook een plan voor heel onze provincie en worden er ook in andere gemeenten en steden heel wat projecten op poten gesteld. Wij gingen even langs in Bilze bij de burgemeester daar, Frida Breepoels, en trokken ook naar Beringen bij burgemeester Maurice Webers voor enkele reacties. Toerisme gaat een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Limburg.
Het domein van Aldebize bijvoorbeeld zal een grotere rol krijgen in de regio. Hier gebeurt jammer genoeg nog te weinig. Er zijn wel heel veel evenementen, tentoonstellingen en dergelijke. Maar als toerist moet je hier eigenlijk elke dag kunnen naartoe komen met het gezin en met de kinderen om hier echt iets te beleven. De oude rentmeesterswoning op de heuvel zal nu een nieuwe bestemming kunnen krijgen. De rentmeesterswoning die zal eerst volledig gerestaureerd worden. En tegelijkertijd loopt er een procedure, een zogenaamde call, om een investeerder-exploitant te zoeken. Want de bedoeling is dat naast de rentmeesterswoning een nieuwbouw komt van minimaal 50 kamers. Een van de grote toeristische investeringen voor Limburg is gepland in Beringen. Iedereen kent Beamine, het hele verhaal van Beamine. Dus waar we ons mijnmuseum natuurlijk al hebben, waar we zeer fier op zijn. Maar er zijn natuurlijk een aantal andere dingen. Dus de indikkers die hier achter ons staan, dat gaan dus duiktorens worden. Dus dat gaat vrij uniek zijn, heel uniek zelfs. Dus daar wordt 1 miljoen vanuit het Zalk voor uitgetrokken. Daarachter ligt de Mijnteril. Dat wordt een avonturenberg met verschillende elementen om ja, eigenlijk het hele gezin naartoe te halen. Dus daar wordt ook 1 miljoen voor uitgetrokken. Dat is een geheel gaat volgens mij dus een grote meerwaarde betekenen dat we hier mensen gaan kunnen aantrekken van binnen, van buiten Beringen en misschien zelfs van buiten de landsgrenzen.